3-0 is een mooie uitslag. Al moeten we wel concluderen, de eerste helft was niet goed van onze kant. Kwamen we goed weg dat we 1-0 voorsprong de rust in gingen. En de tweede helft was er veel meer beleving en attitude in ons spel. En daarna de tweede helft niet veel weggegeven en terecht daar vervolgens 3-0 gewonnen. Je oefent tegen Nieuw-Zeeland, een tegenstander die je ook in Londen tegenkomt in de pool. Ja, een fysiek sterke tegenstander. Ja, je merkt gewoon dat ze uit een andere cultuur komen. Dat merk je gewoon in hun spel, veel meer het fysieke. Dat is gewoon een ander spelletje. Vandaag ging het ook af en toe stevig eraan toe. Maar als het fair is, dan waarom niet? Het was weliswaar een oefenwedstrijd, maar ik zag jou toch nog eventjes flink mot hebben tijdens de wedstrijd. Ja, er was niet zo heel veel aan de hand hoor, met veel burrows. Hij hield me even tegen en ik probeerde me los te wringen. Zoals ik al zei, gebeurde niet zoveel. Uiteindelijk belandde hij met een gele kaart op het bankje. Hockey wijst stevig door en maken we uiteindelijk 3-0. Je gaat voor het eerst naar de Spelen. Ik kan me voorstellen dat je er heel erg naar uitkijkt. Ja, nee, super. Heel erg veel zin in. Het is toch een rode draad door je leven de laatste paar jaren. Daar laat je veel voor en daar doe je heel veel voor. Ik kijk er met heel veel plezier naar uit en ik heb onwijs veel zin in. Wat verwacht jij van Londen 2012? Ja, van de verhalen, in ieder geval van de Spelen natuurlijk, dat het al groot is, maar nu al helemaal, nu het gewoon dicht bij huis is. Heel veel familie en vrienden komen allemaal kijken, dus dat is natuurlijk ontzettend cool dat ze die mogelijkheid hebben. Wij houden ons bezig met ons sport en proberen ons zo goed mogelijk voor te bereiden en resultaten te boeken dadelijk in Londen. Dan hoor ik en dan lees ik dat dit Nederland zelfs al voor brons gaat. Dan denk ik, ja, waarom ga je niet gewoon voor goud? Ja, we gaan ook zeker voor goud. Nee, brons, Je staat deel op de wereldranglijst, hè? Ja. Misschien aan de hand daarvan. Nee, in die zin is het misschien raar om te zeggen dat je voor goud gaat, omdat je de laatste jaren niet echt iets gewonnen hebt. Maar ja, we hebben gewoon dus het spelersmateriaal om ook voor goud te kunnen gaan en ook te kunnen halen. We kunnen gewoon van Duitsland winnen, dat hebben we vorige week laten zien. Alleen daar moeten we wel altijd een minimumniveau voor op de mat leggen. En dat is nog wel eens moeilijk en dat is een uitdaging. Het zal vooral ook afhangen van kleine dingen, hè? Dat je echt een team bent en nuances. Ja, nee, zeker. Wedstrijden worden vaak op details beslist. Net een cornertje wel of net een cornertje niet die erin gaat. En onze de taak om zo min mogelijk fouten te maken, net zoals bij andere sporten, dan zul je vaak winnen. Zin in goud? Absoluut veel zin in goud. Heel veel.